is er mis? Mijn grote haar heeft alle zandkastelen verpest. Nu ben ik weer in een slechte bui. Wauw. Mag ik een knuffel? Natuurlijk. Oh. Weet je, ik wed dat jij niet de enige bent die zich nu zo slecht voelt. Ja, MC Swag was echt overstuur. Dan moet je misschien teruggaan om te vragen of ze hulp nodig heeft met opnieuw bouwen? Waarom zou ze mij in de buurt willen? Ik verpest alles. Dat doe je niet. Iedereen maakt fouten. Zoals vanmorgen toen je aan het bakken was. Dat er iets kapot is gegaan, wil niet zeggen dat je het niet kunt maken. Je hebt gelijk. Denk je echt dat MC Swag mijn hulp wil? Ze is een van je beste vrienden. Jullie zijn net familie. Het is het vragen waard. En je verontschuldigen. Oké, ik doe het. Tada! Het is schitterend! Net een baljurk. Oh ja, dat is vet zeg. Tik hem aan, zus. Gelukkige verjaardag, mijn grote kleine zusje. De ballenbak is gearriveerd. En ik heb ook nog 50 zakken met ballen in 3 aparte klempers gepropt. Ja, wat dat betreft. Ik weet dat ik zei dat ik een ballenbak wilde, maar nu wil ik eigenlijk liever een dansbal. Wacht, meen je dat echt serieus? Ja! Oh, oké. Okay. Even denken. Ja? Ja, dit kan werken. We kunnen in de ballenbak dansen. Het wordt een ballenbak dansbal. Goed idee, zus. Enorm bedankt, lieve zus. Nee. Zou je ook een baljurk voor me kunnen maken met haast? Ik zou er graag een willen die op mijn taart lijkt. Alsjeblieft. Oh, nieuw cutie. Er is niet genoeg tijd om een nieuw jurk voor je te maken. Maar ik beloof je dat je een geweldige tijd zult hebben op je bal, wat er ook gebeurt. Ja, je hebt gelijk. Pak wat rust. Je feestje is vanavond en er zijn een biljoen ballenbakballen die de jarige Joep zullen willen ontmoeten. Pff, ik ben helemaal niet moe. Ik heb veel sprookjes gelezen en ik oefen al dagenlang mijn dansbewegingen. Ik ben er zo klaar voor dat ik... Je eten is klaar. Oh. Huh? Oh, mooie verjaardagsdromen, Neil Cutie. Ik hoop dat je van taart droomt. Huh? Wat is er gebeurd? Ik herinner me niet dat ik hier naartoe ben gegaan. Oh nee, mijn feestje is begonnen. En ik heb nog steeds niets om aan te trekken. Kunnen jullie twee serieus een baljurk voor me maken? Wauw, kan dat niet meteen? Een baljurk gemaakt van een bedsprei? Dat zou kunnen werken. Wauw. Oh, dit kan ik niet dragen. Het spijt me, maar het is enorm indrukwekkend naaiwerk voor 2 kleine katjes. Hallo, is daar iemand? Jammer. Ik denk dat ik toch geen nieuwe baljurk nodig had, schat. Maar natuurlijk heb je een nieuwe baljurk nodig, Neon Cutie. Het is jouw verjaardag. Neonlicious? Ja, ik ben het. Het is waar. Ik ben je feeëngids zusje. Ik zal je helpen de baljurk van je dromen te maken. Echt waar? Ja, dat zei ik net. Oh, ik ben aan het dromen. Ik vind dit leuk. Mag ik een baljurk die groot en mooi is met taart erop? Uw wind is mijn mode-uitdaging. LOL surprise. OMG wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Dit is het niet helemaal. Wat dacht je van een baljurk zo zoet dat het een grote mooie verjaardagstaart is? LOL surprise. OMG wow. Ik heb de perfecte baljurk voor jou. Wauw, geweldig. Maar als mijn baltaartjurk te lekker is, gaat iedereen hem opeten. Wat dacht je van een jurk die zo groot en poefie is dat het op mijn taart lijkt? Het kan veel kleuren hebben, sterrenhagelslag, chique handschoenen en een hele grote strik. Weet je het zeker? Je blijft van gedachten veranderen. Dat is een beetje jouw ding, hè? Ik weet het zeker.
Laten we dit doen. LOL surprise. OMG, wow. Ik heb een perfecte baljurk voor jou. Deze jurk is perfect. Dank je, dank je, dank je wel. Dank je, dank je. Wauw. Mijn verjaardagsfeer is geweldig. Ik heb nog een verrassing voor je. Mijn baljurk. Je hebt het gehaald. Maar hoe? Je bent echt een veeëgid zusje. Huh? Ach ja, ik moest natuurlijk de verjaardagswens van mijn zusje laten uitkomen. Trek hem maar gauw aan. Maakt me zo blij. Maar voor je volgende verjaardag kun je aan één thema houden. Eerst was het rolschaatsen, toen was het een luchtkasteel. Je hebt gelijk. Ik verander veel van gedachten. Maar het beste verjaardagscadeau van allemaal is tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. Zo is het. Laten we dansen. Serieus? Oeh, en Puppy ook? Ik heb je net nog opgeknapt. Het kan niet dat jullie allemaal basketbalblessures hebben. Basketbal? Hoops, cutie. Oké, dus misschien ben ik gestopt om basketbal te spelen en zo raakte Puppy gewond. Ik weet niet wat er met de anderen is gebeurd. Daarnaast heeft Emma Puppy gecontroleerd en alles was oké. Oké, dit is rampzalig. Let niet op mij. Ik ga ondertussen gewoon even deze schatjes opknappen. Spijt me, Royal Bee. Ik wilde gewoon een beetje lol maken. En bij jou is het soms allemaal zo zakelijk. Weet je wel? Ik maak ook graag lol, hoor. Maar ik heb gewoon ook graag dat alles perfect is. Alles is perfect. Kijk om je heen. We hebben elkaar. Echt waar? Ik bedoel, ja. Jullie hebben mij en Pub Bee gekozen als deel van de Bee-familie. En er is niks beters dan jou als grote zus te hebben. Ze heeft gelijk. Oh. Sorry, ik hou gewoon van liefde. Ik bedoel huisdieren. Ik hou van huisdieren. Ik zal hier gewoon mijn werk doen. Wacht eens even. Dit ziet er niet gebroken uit. Kun je haar als volgende opknappen? Ik dacht dat je je hoofd had gestoten. Oké, dus alle huisdieren zijn gewoon helemaal gezond. Ze hebben alleen maar... Ik wist natuurlijk dat alle huisdieren totaal net als ons deden. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze er schattig uit willen zien met hun schattige verbandjes. Misschien moeten we wel allemaal matchen. Ah! Maïmo, Bonbon, zijn jullie klaar voor een verrassing? Ik ben gek op verrassingen. Ja, ik ben cool met verrassingen. Chill zelfs. Wat is het? Wat? Ik moet het weten. Vertel het ons nu. Oké, ga maar door. Ik ben chill. Tadaa! Die outfit. Die look. Het is fris, zoet. Mijn stem heb je. We vinden het echt helemaal het einde. Goedgekeurd. Oh, echt waar? Bedankt, meiden. Nu jij een nieuwe look hebt, kunnen we misschien allemaal iets nieuws proberen. Dat vind ik een supergoed idee. We kunnen ons eigen familiebedrijf beginnen. Familiebedrijf? Wacht, ben ik familie? Meen je dat? Nee joh, echt waar? Serieus? Oh, Emma. Natuurlijk, jij maakt deel uit van onze gekozen familie. Aha, jij bent onze zussenvriendin. Nee, onze vriendinnenzus.
Juist, want familie is familie. Ik moet er bijna van huilen. Ik vind jullie gewoon zo ontzettend lief en mega cool. Dus, wat gaan we doen met ons familiebedrijf? Wat hebben mensen nodig? Het is vandaag echt verschrikkelijk heet. Ik heb 50 ijslollies nodig, nu. Schrap dat. Doe maar een miljoen. Denken jullie soms ook wat ik denk? Wat is een betere manier om met de hitte om te gaan? Dan met ijssnacks van onze gloednieuwe winkel. Oh, onze pop-up ijslolly shop. Het is perfect. Dus, hoe zullen we het noemen? Misschien zusjes pop-up ijslolly shop. Te schattig. En leuk. Mijn best. Klinkt cool. Zo veel ijslollies. Iedereen zal er één willen. Nam, nam. Ik in ieder geval wel. Onze allereerste klant. Ik wist wel dat het een goed idee was. Bijna geen ijslollies meer. Oh. Wacht, als je blijft, dan... Verf voor jullie nagels in dezelfde kleur als jullie ijslolly. Yeah. Dat, klopt. Ik zal jullie allemaal een mooie nieuwe look geven die past bij jullie heerlijke ijssnacks. Ik heb een idee. Ik hou iedereen bezig terwijl jullie terug gaan naar de diner om meer te halen. Topplan. Een fluitje van een cent. Een roze ijslolly. Dat betekent knalroze nagels. Wow. Het is moeilijk om te rijden terwijl we deze spullen dragen. Het is... Wow. Dat kun je wel zeggen, ja. Mijn dozen. Zo veel ijslollies. Te veel. En katten. Zijn we er al bijna? Net voorbij die schans. Schans? Nee! Wow! 10 punten voor stijl? 0 punten voor het verpesten van de ijslollies. Operatie ijslollies transporteren, poging 3. Op jullie plaatsen, klaar voor de start? Af! Het is veel verder dan ik dacht. Lieve aardbeienzuurtjes. Ik kan niet meer. Misschien kan ik helpen. En de kers op de taart. Oh, Neon Kitty. Ik ben bang dat alles op is, lieve mensen. Waar blijven mijn zusjes toch? Het zou niet zo lang moeten duren. Skateboardkracht! Go Skatepark Cutie! Niet weggaan allemaal! We hebben alle ijslollies van de wereld bij ons. De Skateboard Express is... Ijslollies! Dat was gaaf. Laten we het nog een keer doen. Ik maakte me zo'n zorgen. Jullie deden er een eeuw over. Het is een lang verhaal. Maar ik denk dat we nu grotere problemen hebben. Hoe krijg ik nu iedereen zijn nagels gedaan voordat hun ijslollies zijn gesmolten? Het is onmogelijk! Niet dat wij je helpen. Ja, daar zijn zussen nou eenmaal voor. En perfect. Zo cool. Ik hou ervan. Delicious. Sorry, ze kan nu niet praten. Ze heeft een beetje haast.
met je zussen zijn enorm veel werk. Ah ja, Cherry, wat doe jij nou weer hier? Ik heb je echt zo lang niet gezien. Hoe gaat het met je? Hoe is het op school? Nee, wacht, dat zijn saaie dingen. Hoe gaat het met je animeclub op school? Rustig aan, joh. We hebben het hele weekend om bij je te praten. Ik ben je nieuwe oppas. Dit gaat zo leuk worden! Misschien niet superleuk dan. Ik heb beloofd om dit weekend de grote zus te zijn en op mijn kleine zusje te passen. Is Lil Neon Cutie hier? Lil Neon Cutie is echt zo schattig. Ja, echt hè? Kijk haar kleine vangetjes nou. Ik zal je beschermen met mijn leven. Dat is erg dapper van je. Maar het zal niet nodig zijn. Dat beloof ik. Ik heb heel wat ervaring. En ik ben de beste oppas van heel Glitter City. Dus we gaan een hoop plezier hebben. Deal? Deal. Yay! Laat de Neon Familie Anime Minicon van start gaan. En vorige week leerde Spekels over kleurentheorie. Ik snap het nog steeds niet, maar ik vind dit er leuk uitzien. Ah, ja! Hey, doe dat op je eigen schilderij. Tadaa! Dat is geen kunst, Little Neon Cutie. Dat is gewoon een kleurboel. Oh, we zitten echt enorm in de problemen. Waar probeer jij naartoe te racen? Ze was aan de kinderen. Wow. Het is oké. Kliederen hoort erbij. En ik ben een fan van je artistieke visie. En een nog grotere fan van babyproof wasbare verf. Als jij begint met schoonmaken, maak ik deze kleine klaar voor een dutje. Maar het is niet mijn kliederboel. Ik weet het. Maar ik kan de hulp goed gebruiken. Alsjeblieft. Ik heb beloofd om een goede grote zus te zijn. Je bent de beste grote zus. Laten we jou in slaap zien te krijgen, zodat we de ramen toko kunnen openen. Wauw. Bedankt voor het schoonmaken, Neon Cutie. Laten we dan nu wat plezier maken. Yay! Ramen slurpwedstrijdje, nu! Bingo! Kom maar hier met al die aardbeien van je. Nee, mijn kostbare bessenvruchtjes. Ik win. Goed, wat dacht je van een cosplaywedstrijd? Verkleedheid. En hier hebben we Neon Cutie met de nieuwste look van cosplay couture. Laat je niet misleiden door de roesjes, ze is een stoere dame. Aya Cherry rockt de verborgen Roosdorp mode. Een stoere ninja in het allervelste roze. Wat een look! Probeer je je dutje over te slaan? Ja. Ik respecteer je moed wel, maar niet terwijl ik op je pas, schatje. Laat het J-pop dansfeestje beginnen! Wat een moves, Lil Neon Cutie. Maak je je D-joke? Laat mij het proberen.
zeventjes? Je kunt je dutje niet overslaan, Lonian Cutie. Gezonde baby's hebben nou eenmaal heel veel slaap nodig. Het is oké, Lonian Cutie. We zien je snel weer. Dat beloof ik. Ik denk dat je gewoon deel wil uitmaken van dingen. Ik weet het, maar deel van een goede oppas zijn is om verantwoordelijk te blijven. Zelfs als je lol wilt maken. Volgens mij gaat het niet alleen om de leuke dingen. Lil Neon Cutie wil bij haar familie zijn. Daar hoor jij ook bij. Ben ik familie? Natuurlijk! Je bent niet gewoon zomaar een oppas. Je bent onze zusoppas. En we brengen super graag tijd met je door. Oh, meiden toch. Als je één dans mag doen, ga je daarna dan slapen? Ja, ja, ja. Laten we dansen! Woehoe! Yay! Ja, ja.